De opwekking en transport van elektrische energie. Heel belangrijk. Let op. We starten met een batterij. Een batterij wat daar energie opgewekt. Er zit toch energie in? Nee, dat is niet zo. Een batterij is eigenlijk een chemisch fabriekje waarin de energie wordt opgewekt. We noemen een batterij een elektrochemische cel. Als je zo'n ding door het midden snijdt, ik zou het thuis niet doen als ik je was, maar we doen het hierheen voor je. Dan zie je een pluspol in het midden. De kathode wordt dat genoemd. De minpol zit er eigenlijk omheen. En dat wordt de anode genoemd. En de chemische bestanddelen die zitten ertussen en dat is het elektrolyt. De pluspol is gemaakt van grafiet, hetzelfde spul wat ook in een potlood zit. De minpol is gemaakt van zink en elektrolyt, dat is ammoniumchloride. En goed, ik hoop dat je snapt dus waarom we dit een elektrochemische cel noemen. Eventjes schematisch, een batterij bestaat dus uit een kathode, anode en elektrolyt ertussenin. Bij de anode, daar ontstaat een chemische reactie. En die chemische reactie die produceert elektronen. En die elektronen die proberen weg te komen, maar het elektrolyt dat houdt ze tegen. Maar gelukkig voor de elektronen, er is nog een uitweg, want een stroomdraadje tussen de minpol en de pluspol laat de elektronen bewegen. En die bewegen dus van min naar plus. En de kathode zelf is weer een chemische reactie waardoor de elektronen worden opgenomen. En daardoor blijft iedere keer alles stromen. Blijft stromen natuurlijk totdat de chemische reactie een keer ophoudt. En als dat gebeurt, dan is de batterij leeg. Een bijzonder soort batterij is de waterstofcel. Een waterstofcel heeft behalve een anode en kathode iets wat een normale batterij niet heeft, namelijk katalysator. En heeft wel weer, net als iedere andere batterij, een elektrolyt. Waterstofcel, het woord zegt het al, die maakt gebruik van waterstof. Waterstof, die gaat binnen en die zal hier, met behulp van de katalysator, worden gesplitst in een proton en het elektron. Het proton, dat kan door het elektrolyt heen, maar het elektron, dat niet en die gaat dus buitenom, via een stroomdraad, naar de andere kant op. En daardoor kan dus hier weer elektrische energie worden gebruikt. Aan de andere kant komt alles weer samen en dan komt zuurstof erbij. En zuurstof reageert dan samen met het proton, het elektron, tot water. En dat is mooi dus. Je krijgt dus dan hier waterstof en zuurstof. En die reageren samen tot water en natuurlijk een stukje energie. En zo'n waterstofcel is dus een zeer milieuvriendelijk iets voor het opwekken van energie. Want je krijgt alleen maar water als afval. Nadeel van deze waterstofcel is dat je waterstof nodig hebt. En dat is op zich niet eenvoudig om dat in grote hoeveelheden te maken en ook veilig op te bergen. Waterstof is een behoorlijk explosief goedje. Om je fietslamp te laten branden, wek je zelf ook elektrische energie op. Dat doe je met een naafdynamo of met een ouderwetse dynamo. Maar in ieder geval, de dynamo is een manier om elektrische energie op te wekken. Dat wordt ook in het groot gedaan, alleen dan wordt een dynamo meestal generator genoemd. Maar een generator is eigenlijk gewoon een dynamo. Hier zie je een elektriciteitscentrale. In de elektriciteitscentrale wordt door verbranding water aan de kook gebracht, waardoor er stoom ontstaat. De stoom die laat een turbine draaien en een turbine tenslotte die zorgt ervoor dat de generator, de dynamo, in beweging komt, waardoor er dus elektrische energie ontstaat. De verbranding is gas of steenkool en we noemen dat een conventionele centrale. Een conventionele centrale heeft als nadeel dat bij de verbranding er CO2 vrijkomt. En CO2 is één van de broeikasgassen wat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een ander soort centrale is deze.
Je ziet, het is bijna hetzelfde, alleen het linkerdeel is anders. Het linkerdeel is namelijk een kernreactor. Ja, een kernreactor die produceert ook hitte en die zal dus voor de rest ook water aan de kook brengen. En het overige is precies gelijk aan de conventionele centrale. Het voordeel van een kernreactor is dat je geen CO2 hebt die daarbij vrijkomt. Nadeel is natuurlijk wel dat je wel ander afval hebt waarvoor je moet zorgen. Bij iedere centrale heb je een turbine en generator. Wat ervoor zit is afhankelijk van het type centrale. Je hebt dus een conventionele centrale, dat is met steenkool en aardgas. Je hebt een kerncentrale met kernsplitsing. En je hebt, niet hiervoor genoemd, maar je hebt natuurlijk ook waterkrachtcentrales of windkrachtcentrales. En die hebben als voordeel geen CO2 en ook geen radioactief afval. Een energiecentrale zonder turbine en zonder generator zie je hier. Hier komt stralingsenergie binnen en er gaat automatisch elektrische energie uit. De zonnecel. Een prachtig alternatief voor een milieuvriendelijke energieopwekking. De vraag is, hoeveel energie levert het nou op? Wat kan ik beter doen? Steenkool of aardgas of toch maar kernsplijting? Nou, daarvoor heb je de energiedichtheid. Energiedichtheid geeft aan hoeveel energie er vrijkomt als je iets gebruikt. Steenkool, uranium, noem maar wat. Daarvoor heb je tabellen. Kijk, hier is een tabel. En hier kun je dus zien hoeveel energie er vrijkomt bij de diverse soorten brandstof. Apart de klasse zijn de brandstoffen die je kunt verbranden. Die staan in BINAS, namelijk in tabel 28. Kijk, hier heb je hem. Daar staat dus per, ja, hier benzine, ja, die levert 33 keer 10 tot de macht 9 joule per kubieke meter op. Spiritus, stookolie, aardgas. Ja, dus tabel 28 kun je opzoeken hoeveel energie je vrijkomt als je 1 kubieke meter brandstof verbrandt. Opwekking van energie is 1, maar je moet het ook nog naar de gebruiker toebrengen. En kijk, dat gebeurt bijvoorbeeld hier. Een batterij, daar wordt die opgewekt en het moet naar het lampje worden gebracht. En daarvoor heb je draden. Nou, die draden, dat is geen probleem. Die worden nauwelijks warm, dus je hebt nauwelijks energieverlies. Maar, nu deze. Ja, je hebt hier tientallen kilometers lang. En betekent dus dat je dan wel merkbaar energieverlies hebt. Ja, die kabels worden allemaal een klein beetje warm. En het is niet maar een klein beetje, maar je hebt wel tientallen kilometers lang. Dus dat telt wel aardig bij elkaar op. En betekent dus dat door de stroomsterkte er warmte wordt geproduceerd. Oplossing is geen hoge stroomsterkte. Doe die stroomsterkte naar beneden toe. En hoe doe je dat? We kijken deze situatie. In Bergen wordt elektrische energie opgewekt, in Drachten wordt die afgenomen en in de kabels ertussen, daar zal dus energieverlies optreden. Daar komt de warmte. Hoe groot is het energieverlies? Nou, we kunnen de kabels bekijken en dan kunnen we het vermogen berekenen. Vermogen is energie per seconde. En voor elektrisch vermogen is het vermogen U maal I. Spanning maal stroomsterkte. We gaan vooral naar de stroomsterkte kijken. Dus de wet van Ohm zegt U is I maal R. Dat invullen en dan krijg je dat het vermogen gelijk is aan I kwadraat maal R. Hoe groot is R, de weerstand? Nou, laten we een optimistisch doen. Het zijn dikke kabels, dus alle kabels samen tussen Bergen en Drachten zeggen we even 1 ohm. In Bergen zelf levert 10 kilovolt, 10.000 volt en vermogen van 20 megawatt. Dat betekent dat de stroomsterkte in de kabels is, ook met vermogen te berekenen, I is P gedeeld door U, wat dus 20 keer 10 tot de macht 6 gedeeld door 10 tot de macht 10 maal 10 tot de macht 3
is 2000 ampère. 2000 ampère zal dus worden geproduceerd, althans, die gaan door de kabels heen. En betekent dus dat in de kabels er een totaal verlies aan vermogen is van 2000 in het kwadraat, oftewel 4 megawatt. 4 megawatt op de 20 megawatt, dat is wel 20% wat verloren gaat. Dat is een immens aantal. Hoe kunnen we voorkomen dat er zoveel energie, zoveel vermogen verloren gaat? Dat doen we door gebruik te maken van een transformator. Een transformator die kan namelijk de spanning omhoog brengen. Stel je voor, hij gaat omhoog tot 400 kilovolt. Dat betekent dus dat we 400 kilovolt hebben. Het vermogen blijft gelijk, want een transformator, een ideale transformator althans, die laat het vermogen ongemoeid. En als je dan de stroomsterkte uitrekent, dan kom je, je kunt ook het berekenen met de spanning. De spanning gaat 40 keer omhoog, betekent dus dat de stroomsterkte 40 keer naar beneden gaat. En dan krijg je dat de stroomsterkte 50 ampère wordt. En dat betekent dat het vermogensverlies in de kabels gelijk is aan 50 kwadraat is 2500 watt en dat is slechts 0,0025 megawatt. Vergeleken met die 20 megawatt is dat maar een schijntje. En dus heb je het warmteverlies behoorlijk beperkt. In Drachten zelf wordt natuurlijk ook een transformator geplaatst, want ja, de 400 kilovolt is te gevaarlijk om even op stopcontact te zetten. En dus wordt hij weer naar beneden gebracht naar 230 volt. He, daarvoor hebben die transformatorhuisjes ook her en der staan. Die zorgen ervoor dat de spanning weer tot een veilige proportie terug wordt gebracht. En zo kan iedereen weer met een gerust hart slapen. Dat doen wij dan ook maar.